Shenglong Company heeft vanmorgen aan 16 instanties goederen geschonken. Het is de 9e keer dat het bedrijf instanties die het niet breed hebben met de kerst herdenkt. Het bedrijf heeft dit jaar voor de 2e keer First Lady Ingrid Boutersen gevraagd te assisteren bij het overhandigen van de pakketten. Volgens Sida, directeur-eigenaar van Shenglong, hebben veel mensen het moeilijk. Maar wij zullen proberen de mensen die het niet breed hebben te blijven helpen, zegt Sida. Belangrijk, onze Shenglong hebben zo voor ons maar hebben. Daarom komt onze compagnie, komt ook een molen boom. Nou, voor ons zijn Shenglong de beste, toe drie nieuws aan het. Lada unu dem besa kisi megi sunogirin sopo. Megi bigi sumafu bembot chokiwa. Naga disi mele, sunogirin na sanana mele. Ano dolose mele, sanana mele. Sanana sani. Volgens First Lady Ingrid Boutersen wil de eigenaar van Shenglong Suriname helpen de werkloosheid terug te dringen. Dat vindt de First Lady een heel goed initiatief. Zij stelt het daarom op prijs dat het bedrijf elk jaar weer instanties gedenkt. Want bijkans iedereen heeft het moeilijk gehad. Ook de heer Sida, zegt zij. Bij meneer Sida gaat het erom, denk ik, dat wij zoveel mogelijk een Surinaamse mensen werk kunnen gunnen, werkgelegenheid. Daar gaat het bij hem om. En van hieruit wil hij natuurlijk, want hij zegt het, de markt hier in Suriname is een beetje klein, maar van hieruit wil hij naar verder in Zuid-Amerika wil hij exporteren. We zijn nu in de kerstmaand, kerstfeest. En kerst brengt altijd een boodschap mee van hoop, liefde, vrede en het licht. En daarom is het extra belangrijk om in deze maand terug te geven aan de gemeenschap. En daarom ben ik blij dat ik hier ben en met meneer Sinda mee kan doen om terug te geven. Wij hebben eerder van de maand al teruggegeven, maar deze activiteiten ondersteun ik altijd. First Lady Ingrid Boutersen. Zij sprak vanmorgen tijdens de schenking en uitreiking van enkele pakketten aan 16 instellingen geschonken door de Shenglong Company.